Vandaag heb ik weer een leuke nail art om te laten zien. Ik weet eigenlijk niet zo heel goed hoe ik deze nail art moet noemen. Is het een marble? Is het een gemstone? Het is in ieder geval een hele mooie nail art. Je kan het met verschillende kleuren doen. Ik vind hem ook echt wel een beetje geschikt al voor het najaar. Eventueel voor de herfst. En je zou hem eventueel zelfs met de feestdagen kunnen doen. Dus ik dacht, het is wel leuk om alvast daar een beetje aan te gaan denken. We zitten natuurlijk nog midden in de zomer. Maar het najaar gaat er zeker weer aankomen. En ik vind het altijd wel weer leuk om herfstkleurtjes en zo te gebruiken. Jullie zien het ook al op mijn eigen nagels. Ik heb alweer mijn favoriete kleur Shimmer Sexy Berry van Madame Glam erop zitten. En ik heb eigenlijk ook wel weer zin in herfst nail art. Het klantje wat vanmorgen bij mij in de salon was, die had een foto van dit soort nagels die ze graag op haar eigen nagels wilde. Ze liet dat zien en ik had eigenlijk geen idee precies hoe het gedaan was of met wat voor soort producten. Dus ik ben gewoon even in mijn eigen producten gaan neuzen en ik dacht hiermee kan ik wel zoiets maken. Die nagels van die klant heb je net kunnen zien. Ik heb het op één accentnageltje bij haar gedaan. En ik dacht meteen, ik vind het wel leuk om hier een video over te maken. Ik heb hem meteen in allerlei verschillende kleuren gedaan. En ik ga je nu dus precies laten zien hoe ik deze nail art heb gemaakt. Ik ga twee voorbeeldnageltjes maken. Ik heb hier de Boss Babe van Madame Glam. Een hele mooie nude kleur, een beetje een lichtere kleur. Vind ik echt heel erg mooi. Perfect dus als basis voor een nail art. Ik heb hier twee laagjes aangebracht. Is helemaal uitgehard. En nu ga ik hier een matte topcoat overheen aanbrengen. Ik heb de matte topcoat van Magnetic hier. En ik gebruik een matte topcoat omdat ik zo meteen de color drops ga gebruiken. En de color drops werken het fijnste op een matte ondergrond. Dus ik breng nu gewoon een matte topcoat aan op beide nagels. Deze hard ik zo meteen uit in de lamp. En dan ga ik verder met de color drops. Ik ga weer de Color Drops van Cornelia gebruiken. Ik vind dit echt hele fijne producten. Hele mooie nail arts kun je ermee maken. Je hebt ze al veel vaker voorbij zien komen hier op mijn YouTube kanaal. En ik probeer er ook iedere keer weer iets anders mee te maken. Omdat ik ze gewoon zo leuk vind om te gebruiken. Voor deze nail art heb ik een aantal verschillende kleuren gebruikt. Bij die eerste heb ik een beetje die Bordeaux gebruikt. En bij allemaal heb ik ook de zwarte een beetje toegevoegd. Hier zit wat roze en blauw. En dan wordt het ook een beetje dat paars. De middelste is met groen. Vind ik ook heel erg mooi. Dit is de combi die ik ook gebruikt had bij mijn klantje. En dat is met blauw, paars en zwart. En ook hier heb ik weer wat van dat Bordeaux gebruikt. Dus ik ga nu twee verschillende voorbeeldjes maken. Dus ik heb in ieder geval de zwarte nodig. Ik ga één voorbeeldje maken denk ik met dat groen. Groen en blauw en zwart was het volgens mij. En het andere voorbeeldje ga ik denk ik met dat Bordeaux rood doen. Een beetje roze en misschien ook een beetje paars. Ik heb de matte topcoat uitgehard in de lamp. En nu ga ik de plaklaag verwijderen. En dit is heel belangrijk. Sowieso blijven dan die druppeltjes er goed op zitten. En straks als we met de folies gaan werken, dan moet je echt zorgen dat het niet meer plakt. Want anders komt de folie overal terecht. En dat wil je dus niet. Dus verwijder nu gewoon even goed de plaklaag. Laat het even drogen. En dan kunnen we verder gaan met de druppeltjes. Op het eerste voorbeeldje ga ik dus die groene combi gebruiken. En dat doe ik met groen, blauw en zwart. Ik heb hier even wat van die wijpjes liggen, zodat ik daar steeds een beetje dat kwastje aan af kan deppen, zodat er niet te veel op de nagel komt. En nu ga ik gewoon een, eigenlijk gewoon een willekeurige baan maken op de nagel. Zometeen als je met alcohol een beetje gaat vervagen, dan zul je zien dat het pas echt een beetje gaat vormen. Nu breng je gewoon wat kleuren over elkaar heen. En ook de zwarte. Ik heb gemerkt dat de zwarte wel het lastigste is om mooi te laten vervagen. Dus ja, hier moet je soms echt een beetje extra aandacht aan besteden. Dan pak ik hier mijn pompje met alcohol. En ik heb een oud penseeltje die ik dan in de alcohol dep. En nu ga ik hem proberen een beetje te vervagen. Dat zwart gaat soms net iets moeilijker. Maar als je gewoon even goed die alcohol eroverheen doet, dan lukt dat meestal wel. En dan kijk ik gewoon even hoe die uit zichzelf een beetje vloeit. Als ik er nou ergens een mooi patroontje in zie, dan probeer ik daar een beetje op verder te gaan. Nu vind ik hem wel mooi. Ik vind vooral die donkere randen wel mooi dat die hier en daar zichtbaar zijn. Maar je ziet dat er nu in het midden eigenlijk een hele vage vlek is ontstaan. En daar ga ik dan gewoon weer even overheen met die druppels. Dus ik breng hier gewoon weer wat nieuwe groene kleur aan. Ik dep mijn penseeltje weer even in de alcohol. En zo probeer ik weer even een
ja, soort nieuw patroontje te creëren. Het komt helemaal niet zo nauw. Want hier gaan we zo meteen nog overheen met een paintgel. En daar deppen we dan nog van die gouden folies overheen. Dus stel dat er nu hier ergens iets is misgegaan. Of dat er ergens een vlekje zit wat je niet zo mooi vindt. Geen probleem. Daar gaan we zo meteen gewoon overheen met de paintgel. En dan kun je dat heel mooi nog camoufleren. Kijk, ik vind het wel mooi dat er een beetje zo van die verschillende randen en kringen in zitten. Zo hier aan de zijkant. Dus op zich vind ik deze denk ik wel mooi. Ja, hier zou nog een klein beetje extra kunnen. Probeer ik nog even een klein beetje met dat blauw aan te deppen. Klein beetje met de alcohol er doorheen. Zodat er wat van die kringen ontstaan. Ja, zo vind ik hem wel mooi. Dit laat ik even goed drogen. En dan ga ik ondertussen verder met de andere nagel. Voor de andere nagel gebruik ik deze. Dit lijkt bruin, maar dit is meer bordeaux rood. En ik denk dat ik er een klein beetje van dat paars bij ga doen. Ik weet niet of het mooi is. Volgens mij heb ik die combi nog niet gebruikt. Ik wilde er eventueel nog wat roze bij doen. Maar ik denk dat ik het gewoon bij deze laat. Precies op dezelfde manier. Ik breng dus eerst die bordeaux rode kleur aan. Willekeurig op de nagel. Dan een klein beetje van de paarse kleur. En ook een beetje zwart. Dat zwart hoef je niet per se te doen, maar ik vind het wel mooier dat het net ietsje donkerder en wat sprekender is. En dat bereik je dus als je er wat meer zwart bij doet. Toevallig in het laatste video waar ik die color drops heb gebruikt, heb ik juist wat meer die fellere kleuren gebruikt. Dat geel en dat oranje. En nu had ik juist zin in die wat meer warmere tinten, die herfstkleuren. Kijk, eigenlijk vind ik dit al heel erg mooi hier. Zie je al dat er wat van die verschillende randjes zijn ontstaan. Dat ging eigenlijk al meteen vanzelf. Dus daar ga ik niet te veel aan zitten, want dat vind ik eigenlijk wel mooi zo. Ja, en eigenlijk vind ik hem prima zo, want dan hier in het midden kan ik mooi zo'n randje aanbrengen voor dat goud. Dus ik denk eigenlijk dat ik deze gewoon zo laat. Dus dat was wel heel erg snel. Dus soms hoef je er ook echt niet veel aan te doen. Zomaar net even een beetje aandeppen met je penseeltje. Zeker niet te veel eraan gaan zitten. Dus ook deze laat ik heel even drogen. En dan gaan we zo verder met de volgende stap. Voor de volgende stap gebruik ik een zwarte paintgel. Dit is de Buttercream van Light Elegance Black Tie. Dit is een hele mooie zwarte gel die je echt perfect kan gebruiken voor nail art. En natuurlijk gebruik ik een heel fijn nail art penseeltje. En deze gel die heeft ook een hele fijne plaklaag waar die folie heel mooi in blijft plakken. En dat willen we dadelijk. Dus ik breng nu gewoon wat lijntjes aan. En ja, dit is ook eigenlijk best wel weer simpel. Kijk even een beetje naar de lijnen die al in dit patroontje lopen. En nu ga je gewoon wat zwarte lijntjes aanbrengen. En wat ik mooi vind is dat het lijntje een beetje dikker en dunner is. Dus zet iets meer druk op je penseeltje of haal hem ietsje omhoog. En juist doordat je een beetje verschil hebt in dikte, ga je dat straks ook mooi zien met die folie. Want overal waar je nu dus die zwarte gel aanbrengt, daar komt zo meteen die gouden folie overheen. En ik gebruik expres zwart, omdat er soms nog een klein beetje van de gel zichtbaar blijft. Als je zo meteen de folies eroverheen hebt gedaan. En dan vind ik het juist wel mooi dat het zwart is wat je ziet. Je zou dit bijvoorbeeld ook met wit kunnen doen. Maar dan kunnen er hier en daar wat kleine witte lijntjes zichtbaar blijven. En dat vind ik in dit geval minder mooi. Omdat ik hier toch wat meer die donkere kleuren heb gebruikt, is het mooier om dat met zwart te doen. Dus zo breng je gewoon een paar van die lijntjes aan. Het is straks misschien ook lastig om te zien hoor, waar je precies die zwarte gel hebt gebruikt. Maar als je de folie erop dept, dan blijft het als het goed is alleen maar plakken op de gel. Dus je kan gewoon gaan deppen. En waar je de gel hebt aangebracht, daar zul je dan de folie laten plakken. En probeer een beetje de lijntjes te volgen van die color drops. Kijk gewoon even wat je zelf mooi vindt. Hier aan deze kant wil ik nog een beetje. En ik vind ook dat goud heel mooi staan bij dat groen. Zo. En je kan eventueel ook een beetje zo'n, ja, zo'n, ik weet niet precies hoe ik het moet noemen, maar zo'n boogje hier maken. Dat er een beetje zo'n gat ontstaat. En dan krijg je echt een beetje zo'n gemstone idee. Dit hard ik nu gewoon uit in de lamp. En als die zo meteen is uitgehard, dan kunnen daar de folies op. En dan doe ik hetzelfde bij de andere nagel.
Ook hier breng ik gewoon in het midden een lijntje aan. Probeer inderdaad een beetje weer van dik naar dun te doen. Ik kan eventueel hier aan de onderkant beginnen en dan die lijntjes zo naar elkaar toe laten lopen. Dus dan is hij daar in het midden wat dunner. Hier weer wat dikker. En dat geeft wel een leuk effect met die folie zo meteen. En eventueel kun je hier aan de zijkant weer wat doen. Zo. En ook hier maak ik een soort boogje, vind ik wel mooi. En aan deze kant. Super simpel. Maar het ziet er echt wel heel erg leuk uit. En ik denk dat het ook heel leuk is voor de feestdagen. Hier nog één lijntje. Zo, ook deze hard ik uit in de lamp. En dan ga ik verder met de folies. En hier zijn allebei de nageltjes uitgehard in de lamp. En dan heb ik er een stukje van dat folie bij gepakt. Dit is een hele fijne, flexibele folie. Deze is van Moira. En deze vind ik zelf heel erg fijn om te gebruiken. Ik merk soms wel eens dat de folies niet goed erop deppen. Zeker als je wat van die hardere, wat stuggere hebt. Maar deze is zo zacht en zo flinterdun. Die doet het eigenlijk gewoon altijd prima. En nu gaan we die dus gewoon deppen op de nagel. En omdat we eerder dus die plaklaag goed verwijderd hebben, plak nu als het goed is alleen maar die zwarte paintgel. En daar blijft dan die gouden folie op zitten. En ja, dit geeft meteen zo'n leuk effect. Dus ik dep het gewoon zo op de nagels. Het kan altijd wel eens gebeuren dat er hier en daar een klein beetje folie op de nagel zit. Vind ik helemaal geen ramp. Ja, en nu zie je goed dat die gouden folie overal zit. En je ziet ook dat een klein beetje van dat zwart hier en daar zichtbaar blijft. Maar dat vind ik juist wel mooi. Krijg je juist een beetje van die diepte erin. Ik vind het echt super mooi. En zo meteen met de topcoat zul je ook zien dat de kleuren een beetje sprekender worden van die color drops. En dan gaan we bij deze nagel natuurlijk precies hetzelfde doen. Ook hier dep ik weer die gouden folie over. Ja, ik vind dit echt heel erg mooi. Ja, dit gaat echt een leuke nail art worden voor het najaar. Ik vind het echt een mooie combi. Ook die kleuren allemaal bij elkaar. Hier ga ik nu een topcoat overheen doen. En dan ga ik je zo het eindresultaat laten zien. En tadaa, hier weer het eindresultaat. En ik vind het echt super mooi. Ik wou dat ik deze op mijn eigen nagels had nu. Het past er ook echt perfect bij. Hoe leuk zou dat zijn op één accentnageltje. Echt heel erg mooi. Past zo leuk bij dat bordeaux rood. Het is dat ik nu geen tijd heb, maar anders had ik dit echt op mijn eigen nagels gedaan, denk ik. Ik vind het echt heel erg mooi en ik weet bijna zeker dat ik wel een hoop klantjes heb die dit ook wel willen. Dus ik ben heel benieuwd wat jij van deze nail art vindt. Denk je dat je dit ook veel gaat doen bij jou in de salon? Vind je het een leuke manier? Vind je het een leuke techniek? Laat het allemaal even weten bij de reacties hieronder. Als je de video leuk vond, doe dan zeker je duimpje omhoog. Ik zal een linkje van de webshops onder deze video zetten waar je alle producten kunt vinden. Dan wil ik je natuurlijk weer heel erg bedanken voor het kijken. Ik zou het leuk vinden als je abonneert op mijn kanaal. En dan zie ik je snel weer in de volgende video.